Het oostelijk deel van ons land werd in de donkere dagen voor kerstmis... Enfin, u ziet het al. De sneeuw leverde prachtige landschappen voor kerstkaarten op. Toen de ochtend aanbrak en vele mensen over een tapijt van 10 centimeter sneeuw naar hun werk moesten... werden de bezwaren tegen de kerst- en nieuwjaarskaarten groter en groter. Vele chauffeurs wachten een wit gemoffelde wagen en wat ochtendgymnastiek. Om de automobilisten tegemoet te komen rukten al gauw de gemeentediensten uit met de gemotoriseerde zandstrooiers... die gelukkig alleen maar het lelieblanke wegdek verontreinigden... waardoor er nog genoeg sneeuw bleef liggen voor de jeugd... die zich met tintelende handen en rode wangen op de sneeuwgenoegens wierp. Bij al die wintersport hield de politie een oogje in het zeil... ook al moest ze zich daarvoor op glad ijs wagen, zoals in Friesland... waar in het dorpje Broek bij Jouren de eerste hardrijderij voor mannen werd gehouden. Met driftige slagen streden daar de korte baanspecialisten... om geldprijzen van 20, 40, 60 en 100 gulden. Wie hiervoor niet warm kon lopen, kon terecht bij het koek en zopie met koffie en gloeiende anijsmelk. Friese famkes uit Huizem en Ureterp, uit Irnsem en Jubbega probeerden elkaar in snelheid te overtreffen op de ijsbaan van Spannenburg. Maar niet alle schepselen waren zo blij met de door moeder natuur gelegde ijsvloer. Zo bijvoorbeeld in Utrecht, een gemeente die niet alleen voor een respectabel aantal mensen, maar ook voor 100 zwanen zorgt. Die met eenden en andere watervogels in de singels en grachten wonen, maar die door de vorst aan de kant werden gezet. De plantsoenendienst, die al een winterkwartier voor de gemeentelijke langhalzen had gevonden, moest overgaan tot een snelle actie. In de greep van de winter lieten de dieren zich gewillig vangen. Met een gemak alsof dit hun dagelijks werk was, werkten de mannen van de plantsoenendienst alle plaatsen in Utrecht waar zwanen waren af. Overal stond voor de dieren een fraaie kooi gereed voor het transport naar de winterverblijfplaats. De zwanen begrepen er niets van. Er zat een gat in dat hok, maar je kon er je kop niet doorsteken. Aangemoedigd door de jeugd begonnen de dieren hun rit door de domstad. Er was één intelligente zwaan bij die de bestuurder een handje hielp. De rest, nog niet zo gewend aan autorijden, was blij toen het Julianapark bereikt werd, waar uitgestapt kon worden. De vijver van dit park namelijk werd uitverkoren als zwanenmeer, waar de dieren ook tijdens de ergste kou kunnen blijven rondzwemmen. Een pompinstallatie zal het water stromend houden. En vriest het toch dicht, dan heeft men de middelen bij de hand om het asiel weer open te breken. Een stad die zo goed voor zijn zwanen zorgt, moet wel een ideale woonplaats voor mensen zijn.